Van de vijfde is de zeeklasse gewonnen door Kyle van de Schutte. Hij won hier de eerste maai, de startnummer 8. Tweede maai, plaats was voor Romano. Voor hier van die Pruimbol. Zeer verrast in de allerlaatste ronde. Komt Pruimbol naar die derde plaats gereden. De startnummer 139 in de over. Vierde plaats was voor Svendenborg. Vijfde plaats voor Jan Gerrit. Zesde plaats voor. Maar goed. Ik weet niet waar onze sportcommissarissen zijn, maar er staan hier de kinderen met de vlag in de geboorte vlag te zwaaien. Kan de heren maar even rekening houden. Oh,
de laatste twee ronden. Maar wat gebeurt er achter de rug van Karel van Zutphen? Dat is de vraag. Het gevecht op de tweede. Naar het tweede plaats, Tasje van Roosmee. Derde plaats voor de 19 van Jan Gerrit. Op een vierde plaats krijgen we nog Sven Bos. Er komt heel voor op een negende plaats, start er maar al 100. De plaats dan voor start er maar al 15, Sven de Borger. Vijfde plaats voor Giovanni Bruyboom, start er maar al 189. Negende plaats dan voor Kobus Rostenbos. Ja, dat kan weer laten duren of de leider gaat binnenkomen. Stelle van Zutphen wordt de winnaar ook van de tweede maart van de 50e zeeklasse. En wordt daarmee totaal winnaar van de 50e zeeklasse. Start nummer 8. Tweede plaats voor Romano Asper, start nummer 2 en 2. Derde plaats voor Jan de Gerrit. Vierde plaats voor de 15 van Sven Borgen. En als vijfde gaan we dan zo dadelijk krijgen Giovanni Pruimboom. Komt hier binnen, start nummer 189 in de vijfde positie. Gevonden terug te behalen bij de organiserende bestuur. Borger! Yeah. En Sven die staat er al, dan wacht even op de voorzitter. Op een vierde plaats schijnt hier in Rosmalen de startnummer 189 hier van die Pruimboom. Ja, ik ga vrienden. Dan totaal derde geworden. Hij rijdt voor Verona Works. Start nummer 19, Jan de Gerrit. Op een tweede plaats geëindigd in de daguitslag met tweemaal een tweede plaats. Start nummer 2, Romano Aspers. Ja, dat klopt. Ja. Maar hij is niet zo lenig zie ik wel, want hij heeft moeite om op het podium te komen. Kijk. En dan winnaar van de 50e zeeklasse vandaag hier in de Rosmalen, start nummer 8, Karel van Zutphen. Hij is hier voorwezen trainer, dus hij kan er wel vandoor gaan. Kijk eens op het hoogste podium, de grootste beker en de bloemen voor Karel van Zutphen. En dan de bekers en de bloemen, de derde los van de top 5 van de 50e zeeklasse. Dankjewel jongens, tot een volgende keer. Ik heb het allemaal maar helemaal klaar van de grens op.